Goedemiddag, mijn naam is Aart, maar kijk naar de figuur in een vierhoek. Een vierhoek is een figuur, vlakke figuur, met vier hoeken. Ja, hier hoeken A, B, C, D, met vier punten in hoekvormen. De naam van een vierkant wordt meestal door een vierkant aangegeven in een vierhoek en dan de letters van de hoeken A, B, C, D. Je kunt ook noemen vierhoek B, C, A, D, zolang je maar vier hoeken hebt. Nu, de punten zijn hoekpunten, noemen A, B en D. Het zijn gewoon punten die de vierhoek vormen. Echter, elk punt vormt ook een hoek. En hoeken. Hoeken waar volgens een hoedje. Je hebt A mijn hoedje, B mijn hoedje, C mijn hoedje en D mijn hoedje. Houdt mijn hoedje zijn hoeken. Je hebt vier hoekpunten en vier hoeken in een vierhoek. Wat zijn de zijden? Zijden zijn lijnstukken. Die worden begrensd door de hoekpunten. Bijvoorbeeld, eerste zijde is BC. Je hebt BC. Mijn hoogschrijver is CB. Je hebt ook CD. Je hebt ook DA. En je hebt ook AB. Onthoud, zijden worden gegeven met rechte haken. Aanduiden dat die eindigen bij een hoekpunt. Beginnen met een hoekpunt en eindigen met een hoekpunt. Elke zijde heeft een drager. Een drager is de rechter waarop die zijde ligt. Bijvoorbeeld, voor AB, BC ligt de drager BC, de rechter BC. Je hebt dan CD. Dragers worden getekend zonder hoek, zonder rechte haken, gewoon aan de rechte. Want dragers zijn rechte zijden en lijnstukken. Je hebt in een vierhoek overstaande hoeken. Bijvoorbeeld B en C, B en D zijn overstaande hoeken. Die liggen overstaand aan een vierhoek. Ook A en C zijn overstaande hoeken. Je hebt ook overstaande zijden. Je merkt bijvoorbeeld zijde PC is overstand met AD, dus PC is overstand met AD. AD, ja. En AB is overstand met CD. En ook zijde AB is overstand met CD. Dus AB met CD. Nu, je hebt ook aanliggende hoeken. A ligt aan B en D. Dus A is een aanliggende hoek van B en van D. Rood hoek D is een aanliggende hoek van A en C. Dus hoek D is een aanliggende van A en C. Dus je hebt, ja, dus je hebt in een vierhoek hoekpunten, hoeken, zijden, dragers. Je hebt overstaande hoeken, overstaande en aanliggende hoeken. Bijvoorbeeld hier een vierhoek gegeven met de letters E, D, E, F, G. Wordt voorgesteld door een vierkantje te schrijven, of een rechthoeken, aan een vierhoek met A, E, D, F, G. Ja. Nu, je kunt ook andere gebruiken, G, D, E, F gebruiken. Je hebt vier hoekpunten. Hoekpunten zijn dus gewoon E, D, F, G. Volgende speelt geen rol, geef gewoon op. Wat zijn nu hoeken? Hoeken zijn dezelfde letters, maar met een hoedje boven heb je hoek gemaakt. Dus hoek A, D, E, F, G. Ja. Wat zijn de dragers van de zijde? Wel, dragers waren recht en los en niet de zijde zijn rechter. Worden gegeven zonder haken. Dat betekent bijvoorbeeld EF, FE of ED, DG en de laatste is FG. Wat zijn overstaande hoeken in dit geval hier? Hoeken worden een hoedje gegeven. E en G zijn overstaande hoeken. De eerste tweede paard en F en D. Nu, omgekeerd, als je krijgt ja, een E geeft een hoedje boven, dat betekent dat je een hoek hebt. Dit is een hoek. Ja, als je krijgt twee letters met de rechte haken, dan heb je een zijde getekend. Dat wordt een zijde. Ja, terwijl als je die krijgt zonder letters, zonder haken, heb je een drager. Dat waren dus de definities in een vierhoek. Denk voor de aanrecht en volgende keer bye bye.